Lightforum is een businesspark bestaande uit zo'n 68 hectare grond, waarvan, en dat is wel van belang, 21 hectare structureel groen blijft. Dat is ook een van de kenmerken van het gebied. En verder is het een combinatie van een kantorencluster op ons achtergrond en een vijftal bedrijvenclusters waar u aan die kant wat bedrijven ziet staan. Binnen Flightforum ben ik de onafhankelijk directeur. Dat betekent dat ik dus niet bij een van de partijen afkomstig ben, maar in die verantwoordelijkheid verantwoordelijk ben voor de uitgifte van kavels en dat uiteindelijk het tot stand komen van dit businesspark. Een van de kenmerken is dat met name op het gebied van de bedrijventerreinen alle gebouwen zeg maar, in een rond cluster staan. En dat betekent dat die met de achterkanten tegen elkaar staan. En dat is een garantie dat met name die gebouwen ook veel langduriger bruikbaar zijn. Gegeven het feit dat bij een groot aantal bedrijven juist de verrommeling aan de achterkant begint. En die verrommeling hebben we niet omdat ze met de achterkanten tegen elkaar staan. Bedrijven gevestigd in Lightforum kun je splitsen in twee categorieën. Logistieke bedrijven. Bij die logistieke bedrijven moet u denken aan ASML, aan Philips, aan Atos Origin. En in de kantorencluster, kantorenbedrijven, zitten grote accountantskantoor als Deloitte en PwC. Maar zit ook Van Gansenwinkel, zit Getronics met KPN. Nou, dat soort bedrijven zitten met name in de kantorencluster. Deze regio heeft dus net een woord gekregen voor de slimste regio ter wereld. Dat betekent in feite dat de regio gekenmerkt wordt door een hoge technologische ontwikkelingen. De bedrijven waar we echt nog behoefte aan hebben zijn bedrijven zowel in de logistieke sector als in de kantorensector. Voor wat betreft de logistieke bedrijven moeten dat bedrijven zijn die met name de technologie implementeren in hun logistieke processen. En voor wat betreft de kantorenlocaties hebben we met name in de ondersteunende bedrijven nog ruimte genoeg om die te faciliteren in het kantorencluster. Wat de Belgen van ons kunnen leren is met name inhoudelijk die technologische ontwikkeling. En ik zou het zeer op prijs stellen als men ook daarin zou willen participeren. En voor wat betreft datgene wat we als Nederlandse bedrijven van België kunnen leren, dan roep ik een uitspraak van Jean-Luc Dehaene in herinnering. Die is gezegd heeft, zowel Belgen als Nederlanders zijn in staat om de hemel te bereiken. Maar de Belgen zullen daar eerder zijn, want de Nederlanders moeten eerst nog een hele hoop formulieren invullen. En dat vertaal ik dan naar het feit dat de Belgen ons demonstreren dat je zonder een uitgebreide regelgeving heel veel kunt bereiken. Op de eerste plaats is het natuurlijk de plek die we hebben en de mobiliteit die kenmerkend is voor deze plek. Een luchthaven op Steenworp afstand, een HOV-lijn, een hoogwaardige openbaar vervoerlijn die dwars door het gebied heen gaat. En natuurlijk op een paar honderd meter afstand van de A2. Dat zijn met name de belangrijkste faciliteiten. Dit is een nieuw cluster, een mobiliteitscluster, waarbij we op dezezelfde plek biobrandstoffen uitgiftepunt, zeg maar een groen tankstation gaan creëren. Daar komt een nieuwe parkeergarage komt daarbij, omdat met name de parkeerdruk natuurlijk vrij groot is. En er komt dan nog een automotive shop, waar met name onder andere ook een uitgiftepunt voor elektrische auto's gevestigd zal gaan worden. Bedrijven die met name gelieerd zijn aan die logistiek, maar de bereidheid hebben om die logistiek op een hoog technologisch niveau te gaan implementeren. Dat zijn precies de bedrijven die we zoeken. En dan passen ze helemaal in het beeld wat wij hebben, maar ook de functie die dit businesspark heeft voor de regio.